gaan vandaag verder met koolstofchemie, de naamgeving van koolwaterstoffen. Het stappenplan staat hier nog. Ik heb me vergist, 66D, Binas tabel, waar we naar moeten kijken. En ik verwijs straks nog naar voorbeeld 4, wat ook in, die tabel staat van Binas. Goed, ik wil een aantal karakteristieke groepen noemen. Dat zijn dus groepen die buiten de hoofdketen vallen. Zo zou je bijvoorbeeld halogenen kunnen hebben in je molecuul. En die krijgen gewoon een voorvoegsel plus een plaatsnummer. 1, chloor, ethaan, methaan, wat dan ook. Ethers, ja, dat is een C, een keten van C die tenminste 1 C groot is. Verbonden met een andere keten van C's met een zuurstofatoom. Hier bijvoorbeeld zien we een ether. Je ziet hier een kortere keten, een langere keten. Een van 2 C-atomen, een van 3 C-atomen. Die zijn verbonden met een zuurstofatoom. Dat noemen we een ethergroep, die COC. Het korte deel, ja, dat noemen we het alkoxydeel. En het langere deel is het alkaangedeelte. Dus het alkoxy, dat komt natuurlijk van alkaan. Dus in plaats van ethaan zou dit dan ethoxy worden, het korte deel, en het lange deel is dan propaan. Ethoxy, propaan, een ether. Alcoholen, ja, alcohol is een groep, niet alcohol wat wij kennen. Dat noemen we vaak de naam, sorry, de naam van ethanol noemen we vaak alcohol, maar alcohol is een groep van moleculen waarin OH voorkomt, zoals bijvoorbeeld hier bij propaan 1-ol. En je ziet dat ik hier bij propaan een A heb weggelaten. Ja, als in propanol, en dan wordt die naam wordt net iets korter. Zet je daar per ongeluk toch nog een extra A in, hè, van het propaan, dan val ik en waarschijnlijk de meeste docenten daar echt niet over. Wel een plaatsnaamaanduiding geven als dat nodig is. Ja, want hier hebben we 3 C-atomen, dus het is hier propaan 1-ol. Ik begin hier aan de C te tellen waar OH-groep aan zit. Moet die ervoor, ja, dan is het een hydroxygroep. Moet dat alcohol benoemd worden als voorvoegsel en niet als achtervoegsel, dan wordt het hydroxy. Kom ik zo op. Een zuurgroep is een C dubbelgebonden OH-groep die vastzit aan de rest van mijn keten. Zo zie je hier 1, 2, 3 C's, maar die derde C die maakt onderdeel van die zuurgroep. Die C telt dan toch mee met de hoofdketen. Hier is vaak verwarring over. Dit is dus niet ethaanzuur, als in 2 C-atomen met een zuurgroep. Nee, de C van de zuurgroep telt mee bij de hoofdketen en het is dus propaanzuur. Omdat in onze Binas, pak hem er even bij, omdat in onze Binas staan hier al die karakteristieke groepen genoemd, ziet ze hier staan. En je ziet dat de zuurgroep helemaal bovenaan staat en dat die alcohol, die staat eronder. Ja, zuur staat hier, alcohol staat ergens in het midden, net iets onder het midden. En dus hoe hoger in die tabel, dat zie je hier ook staan, prioriteit, hoe belangrijker is het. Er is dus niets belangrijker dan een carbonzuur. Of een zuurgroep. Dat is dus deze groep. Dus deze groep komt altijd als achtervoegsel als die er is. Dus daarom is het propaanzuur. En dan moet ik dus deze OH-groep als karakteristieke groep moet ik ook ergens noemen. Dan moet dat ervoor. Je hebt maar 1 achtervoegsel en de rest moet ervoor. Ervoor heet hydroxy. Dus in plaats van dat het een ol wordt aan het eind, moet ik een hydroxy ervoor zetten. Hydroxy met weer het plaatsingsnummer. En mijn karakteristieke groep bepaalt, mijn meest belangrijke karakteristieke groep bepaalt van welke kant ik moet tellen op die C-atomen. Nou, een carbonzuur zit hier aan het eind. Ja, die zuurgroep zit aan het eind. Dus ik begin bij deze te tellen. Dus 1, 2, 3. Dus die hydroxygroep zit op plaatsnummer 3. Dus 3 hydroxypropaanzuur is dit geworden. Keer ze dus niet om. Ja, keer ze dus niet om. Die zuurgroep die heeft geen voorvoegsel. Als die erin staat, staat die altijd op het eind. Dan hebben we ook nog aldehyden en ketonen. Die aldehyden en ketonen zijn eigenlijk hetzelfde. Want het is een dubbelgebonden O die aan mijn koolstofketen vastzit.
bij een aldehyd zit hij aan het eind. En bij een karton zit hij in het midden of niet aan het eind. Als voorvoegsel hebben we dan hetzelfde. Ja, als we hem dus niet aan de achterkant kunnen zetten als een belangrijkere, dus karakteristieke groepen met een hogere prioriteit in het molecuul voorkomen, dan moeten ze ervoor. Dan heten ze oxo. Zijn er geen belangrijke groepen, dan is die aldehyd, dan krijg je een uitgang al. En als het een karton is, dan krijg je een uitgang on. Dus dan heb ik geen alkaan, maar dan heb ik een alkal. Hè? Propanal of zoiets. Ik heb hier een molecuul getekend. Je ziet hier, ja, de structuurformule 1, 2, 3, 4 C's. Ja, ik doe steeds dit stappenplan. 4 C's, dus dat zou butaan zijn. Ik heb hier een karakteristieke groep, dat is een aldehyd. Ik heb hier een karakteristieke groep, dat is een karton. Dan kijk ik in mijn BINAS 66D. Dan zie ik dat mijn aldehyd boven karton staat. Dus mijn aldehyd moet aan het eind, als achtervoegsel. Dus het is niet butaan, maar het is butanal. En dan moet ik dus mijn karton moet ik hiervoor zetten. Mijn aldehyd is het belangrijkste. Dus hier begin ik met tellen. 1, 2, 3. Dus het is 3-oxo-butanal. Ja, op die manier, heel stapsgewijs, moet je dus die naam bepalen van die moleculen. En daar heb je echt deze BINAS-tabel voor nodig. Ja, als je die prioriteit niet weet, dan, ja, dan zou je ze om kunnen draaien. En dat is dan niet de bedoeling. Goed, veel oefenen dus. Ik heb hier al een lastige staan. Hier als voorbeeld, probeer zelf dit molecuul een systematische naam te geven. Ja, en dan check met beneden in de comments of dat klopt, want ik heb dat ook gedaan. Vind je het leuk, kan je subscriben. En hier zijn andere video's van mij die je wellicht relevant vindt. Verdere comments ook, maak ze als je ze wil. En heel veel succes.